Het moment is daar. Het eerste raam wordt uitgehaald. Spannend. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is zover. In deze aflevering kan je gaan kijken dat het team van Top Windows mijn hele boot gaat voorzien van dubbel glas. Het is vandaag hier zonovergoten in de haven, maar dat was op de dag van de plaatsing wel even anders. Ja Chico, vandaag is het zover. Hè? Spannend hè? Daar komen de heren hoor. Ze hebben mooi weer meegebracht, Molt. Ik zal de jongens eens even gaan ontvangen, want die hebben al een lange rit gehad. Dus de koffie staat klaar. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd wat ze achter in het busje hebben liggen. Zo, oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij mag doorkomen. Ja? Ja, zeker. Martijn en nog een collega. En jij bent? Alwin. Goedemorgen. Goedemorgen. Alwin. Ik ben Alwin. Kijk. Martijn. Ja. En Jochem. Dat is onze beste, hè? Jochem, oh, dat is de beste hoor ik net. Dat is de blote beste. Oh, die staat Jochem. Hij is wel aangekleed, dat scheelt. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, hi. Hebben jullie er een beetje zin in? Weet je wel. Ja, hè? Ja. Nou, jij sowieso meteen, want jij bijna vakantie, heb ik begrepen. Ja. Na een heel druk seizoen mag jij mag ik even een weekje naar Texel. Wat is het? Ja, wel met de boot. Oh. Maar niet naar Texel. Oké. Okay. Het is eigenlijk een soort waardetransport, hè? Dit. Waardevol goedje wat er achter in de bus zit. Kan ik jullie helpen? Of zeg je van, nou, doe me niet, Kees, want... De bandjes op de kont vanochtend? Even de bandencheck doen. Anders staakt hier het watertransport. Ja. Toch handig zo'n bolderkarretje. Dat is heel handig, ja. Oh, hier zie ik. Wat zei je? Ja, ik wou net zeggen. Ik zie. Dat is een productiefout. Ja. Oh, maar hier kan je dus al goed zien. Oh, dus jullie gaan straks dan op locatie die patrijspoort erin zetten. Hier komen de poorten in. Ja, zo. Dus nu weet ik al precies waar die komt. En alles is kant en klaar, dus we hoeven alleen maar de poort erin te zetten. Ja. En de binnenkant de schroefjes aan draaien. Daar die. Oei, nou ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan doen allemaal. Kijk, Aantjes. Aantjes. Salon, ja. Special tools. Special tools inderdaad. Ja, die komen nog vers van de pers. Oh, dat gebruik ik niet voor mijn vlogs hoor. Dan gaan we straks jouw ramen mee inlijmen. Oh, nou ik ga alles volgen. Ik ben reuze benieuwd. Lijmklemmen met, nou ja, custom made lijmklemmen in ieder geval. Dat is... Jij van die kant? Ja, want hoe gaan jullie dat doen? Ik blijf natuurlijk gewoon doorfilmen. Ik steek natuurlijk geen poot uit. Je moet niet over de rommeltjes heen rijden. Nee. Oh, dit is wel heel spannend dit. Ja, jullie zijn geslaagd voor je bolderkar rijbewijs, hoor. Willen jullie gelijk aan de slag of lussen jullie ook koffie? Jij mag het zeggen. Ik heb nog geen koffie op. Ja, nee, ik ook niet. Nee, ja, en je bent best wel ver gereden, want je komt uit? Ik kom uit Friesland. Friesland. Inderdaad, het is 9:30, hè. Je wil een paar uurtjes erop zitten. En omgereden, hè? Oh ja? En drie afgesloten natuurlijk. Oh, en drie afgesloten, ik wel zeg. Heb je een toeristische route omgereden gedaan? Te vroeg morgen. Oh, ik moet een beetje doorlopen. Nou, ik ga gewoon koffie zetten voor jullie. Zullen we wel snel aan de slag? Het is meteen al gezellig. De koffie is ingeschonken. En Chico denkt, ik pak mijn kans waar. Ik kruip even gezellig tussenin. Ik denk dat jullie vandaag helemaal niks meer doen. Het is veel te gezellig hier. Maar dit is toch geen functie. Nee. Het is de uitdaging, hè? Mijn, ja, het is de uitdaging. Mijn wand is vrij dik. De huid ook. Ja. Behang is tot mij over het raam behangen. Ja. Ja. Dus we gaan het voorzichtig vakkundig slopen. Ja. Dan kan je het demonteren. Ja. Zo is ieder schip weer verschillend natuurlijk. Ja, zo is het. Maar bij mij is dus de wand vrij dik, waardoor het kliksysteem wat jullie normaal gesproken gebruiken, in dit geval dan niet... Het zit hier achter. Hier kan je het al zien. Hier zit een klein gaatje. Ja. En daar moeten we bij komen, dus dit dingetje moet eruit. Oké. Okay. Er zit hier ook nog een leuk verwarmingkoopje van. Ja, het is een uitdagende dag voor jullie. Dus, ja, er wordt toch nog zweten, denk ik. Ja, er is ook nog een hotelletje hier in Dordt waar jullie terechtkomen als het echt tegenvalt. Ja. Martijn, ik weet niet, bel je vrouw maar, de vakantie gaat niet door. Nou, dan die jongens kunnen het wel afmaken. Oh, nee. Hij gaat zo. Ja. Eerst moeten de oude raamlijstjes er even af.
Heb je al ontbeten? Nou, ik zag jullie aankomen rijden, dus ik heb... Je ziet het. Er is één hap. Het was niet Chico. Oh. Maar ik heb één boterham op, ja. Maar ik vind het allemaal veel te spannend, joh. Ik krijg geen hap door mijn keel. Ik ben al 4 kilo afgevallen de afgelopen week. is zelfs nog van de tv-demontage van de witgoedafdeling. Het is een soort geoliede machine, vind ik, hoor. Ieder staat op een puntje. Ik wilde even mijn boterhammetje opeten, maar ik moet het ook filmen. Ik krijg nog druk. Dat is een hoop progressies in de afgelopen minuten. Ik heb niet eens tijd om een boterhammetje met hagelslag op te eten. Eten jullie vrijdagmiddag tussen de middag ook altijd een frietje of zo? Gebakken eieren met spek. Gebakken eieren? Ja, van de Griek. Van de Griek? Oh, ze hebben een rider. Ik heb heel veel met bekende Nederlanders gewerkt en met filmsterren en zo. En die hebben allemaal zo'n wensenlijstje. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een boterham met hagelslag, wat ik altijd op mijn lijstje heb staan. Ja. Maar jullie hebben ook een aardig lijstje, hoor ik al. Ja, zeker. Laten we even kijken wat we daarmee gaan doen. Nou, hier zie je het dus dat de wand gewoon van hout is. En daartegen dus daarin het aluminium profiel. Zo, daar liggen ze dan, mijn oude raamlijsten. Ja, het probleem is dat... Deze blokjes, ze noemen die ook weer, de klemblokjes. Daar zit een schroef in, maar die zijn door het vocht allemaal verroest. Dus dat moet je nu een beetje op een creatieve manier eruit zien te vrekken. Ja, en proberen een beetje ruimte te krijgen. Ja, ja. Goed, dat is... Het moet nog groter hoor, dat loopt daglicht. Oh jee! Kijk, dat heb je gewoon nodig. Dit heb je gewoon nodig. Je hoort je verstand van deze zeggen. Ja. Dan ben je voor aangenomen zeker. Dit is mijn aangenomen club vandaag. Ja. Klemblokjes verwijderen. Klemblokjes verwijderen. Ja, hier is een ding, hè. Het eerste raam wordt uitgehaald. Spannend. Yes. Ja, wat is hij? En dan gaat het me nu toch regenen. Zo, Kees, jij red je wel, hè? Ja. Iedereen gaat vroegtijdig op vakantie. Wat zei je? Kijksysteem. Moet ik de kids gereedschap hier laten voor je? Ja, doe maar. Ik ben super handig, zoals dat alle kijkers ook weten. Hè? Nou, mijn vader komt vanmiddag nog. Oh. Dus dan kan die het afmaken. Oh, dat is goed. Wat nu ook blootgelegd wordt, je ziet het hier, is dat eigenlijk het hele schip heeft een behandeling gehad, zodat hij niet kan roesten. Gescoupeerd. Je ziet het hier ook. Het is een beetje groenblauwig en zit er dan van die spikkeltjes. Zo, maar dat is ideaal. Mijn schip kan dus helemaal niet roesten. Aan de binnenkant, ja. Het roest een beetje aan, maar voor de rest roest het niet verder. Kijk. Dus dat is perfect. Dus we gaan nu het raam schoonmaken. Alle oude kit eraf en alle oude benden. Ja. En dan gaan we ontvetten, lijmen en dan komt hij erin. Ja, daar komt dan het eerste raam. Hang hem er maar in. Ik hoor ze ook gelijk niet meer praten, zo goed geïsoleerd is het. Nou, zie je, ze horen me niet. Oh ja, nu weer wel. Ja, jullie horen me gewoon niet meer praten, zo dik is het. Ja.
Zet er wel een muziekje onder. Oh, kijk, dan hoor ik je weer. Hé, maar je hebt geen rekenfout gemaakt, Martijn. Nee, jammer hè. Nee, ja. Dit kun je niet. Ja, late scores help you, joh. Dit kun je niet. Dit kun je niet. Collega moet dat. Oh, dat is toch niet leuk, joh, omdat ze zo praten over collega's. Weet je hoe het normaal gaat? Ja, ja. Ik word ook aan het werk gezet. Ik moet even het dek droog trekken. Dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen, hè? Het hoofd trekken. Wat ga je nou doen? Ga je op voordek liggen? Je denkt ik ga verzonnen. Het is zo lekker weer. Het is bijna weekend. Het kan weer, hoor. Ja. Wil je erbij zo? Ja, nou die krijg je straks als het werk gedaan is, ja, uiteraard. Maar waarom doe je dit? Omdat, ik ga hier het raam even neerleggen. Ja. En dan kan ik hem lijmen. Oh ja. Dus dan kan ik goed bij en dan pak ik hem op en dan laat ik erin. Okay. Oh. Dan gaat het gebeuren. En dan kan hij niet meer terug. Kan wel, maar een zootje. Nee, dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Het is wel een bende binnen. Maar ja. Je krijgt altijd eerst na het zuur komt het zoet, toch? Het moet eerst een rommeltje worden voordat het netjes wordt, hè? Eerst een rommeltje voordat we netjes worden. Ja. Ik heb er vertrouwen in, maar het is eventjes, ja, een dingetje. Hier komen de klemmetjes in. Ik kan het beter nu doen als straks heel het raam in de kit zit, dan heb je overal kit. Ja, overal. En je hebt nog een petje op, maar bij mij zit het er naar haar. Ja, dan kan je niet meer thuis komen. Als je beter wil, zal ik wenden. Ja. Nou, ze noemen mij ook Smeerkees, hoor. Smeerkees, ja. Ja. Ik durfde het niet te zeggen. Ja. Hé, daar heb je hem, Smeerkees. Nee, daar heb je Smeerkees. Dat is een beetje kit meer of minder, dat zijn mensen ook wel gewend. Zo. Dat zie je toch niet. Kijk, Martijn's kitvoorraad. Ja. Ik denk, laat even de label. Dat is jammer. White label. Ja, dat doen wij expres. Ja. Het is gewoon een polymeerlijm, hè? Oké. Plakt op alles, ook op die voor jou hoop ik. Plakt op, nou dat denk ik, nou ja, dat hopen we dan maar wel, ja. Hopen we dan maar. Ik heb dit nog nooit gezien, dat is een soort accutol, wat hebben we hier? Nee, dat is gewoon een kitspuit op accu. Nooit gezien. Nou ben ik ook niet heel erg into de bouw. Waarschijnlijk lacht iedereen maar uit. Heb jij dat nog nooit gezien, Kees? Nee, klopt. Heb ik nog nooit gezien. Maar het ziet er indrukwekkend uit. Zo voor op de VB002 met zo'n zwaar geschut. Volle batterij. Volle batterij. Hij is geladen. Hij is geladen. Klaar om in actie te komen. Ja. Ik ben even naar het verenigingsgebouw gelopen om een vuistje te halen voor de heren, want dat gaat wat makkelijker. Zo. Maar in de tussentijd, dat gebruiken ze dus om de ramen binnen eruit te knallen. Maar raam 1 zit er al in. Ik heb alles gemist op volledige actie. Zo snel, zo snel kan het gaan. Maar dat gaat snel, ja. Maar voilà, het eerste dubbelglasraam zit erin. En je bent zelfs met de afwerking bezig, dus ja. Een beetje lekkere kitnaden erin leggen. Dit is dan nog een beetje kit van de fabriek. Zo. Ja. Ja. Gaat er ook gelijk af. Ja. Zo, dat is wel echt een heel ander gezicht. Dat is mooi, hè? Het is echt, ja, het is echt heel mooi, hè. Oh, hier zie je die klemmen die jullie gebruiken. Klem, ja. Of die, ja. Ja. Dus dat moet dan 24 uur droog of zo? Ja, is zo 24 uur. Had ik al gehoord, dus ik wist het al. Maar ik vraag het nog een keer. Hè? Jij vraagt alles dubbel. Ja, maar kijkers willen het ook weten. Oh. Dus ik heb een stukje voorkennis, dan dat draag ik weer over aan de mensen. Doe je goed. Ja. Maar dat lekker bezig. Is klaar? Ja. Ik had er eens een beetje een hard hoofd in dat ik denk van hoe krijg ik het allemaal voor elkaar? Maar het gaat toch uiteindelijk best wel. Ja, ja, hadden wij ook, maar je moet gewoon beginnen. Ja, wel, ja. En dan uiteindelijk krijg je de slag te pakken. Ja, alleen de finishing touch, hè? De finishing touch, inderdaad. Hop. Nou, jij doet wel heel erg je best, hè, nu. En ik had, omdat ik deze tekst ging opnemen, even gevraagd als ze binnen even wilden stoppen met het geluid maken. Maar er mag weer herrie gemaakt worden. Ja, dan gaan we weer. 3, 2, 1. Alwin riep mij even naar hem toe. Hij zegt, wil je even een leuk rupsje zien? Ik zeg, wel een rupsje. Rupsje nooit genoeg. Ja, maar laat maar eens even zien. Ik weet niet wat je bedoelt. Oh, je gaat een... oh ja. Het ziet er zo makkelijk uit. Wil je proberen? Even een stukje. Nou... het zijn mijn eigen ramen, hè? Jij denkt ik heb mij het schelen, het zijn zijn ramen. Nou, wil ik eigenlijk wel doen, ja. Maar dan moet jij filmen, dan moet jij even vloggen en dan ga ik een rupsje leggen.
Dit is de startknop. Ja. Als je die indrukt, begint hij te lopen. Oh. Ja? Ja. Dan moet je ook gelijk bewegen, anders heb je dan... Ja, dan ga ik met. Nou, dat is dynamische beweging. Daar ben ik goed in, denk ik. Nou. Ja. Ga jij maar eens even filmen. Ja. Kijk, geef je mij deze. Oh. En hij staat al aan. Begin maar ergens hier. Oh ja. Dat is wat makkelijker. Maar we met z'n inzoomen. Ja. Dat bochtje is wel een moeilijkheidsgraadje hoor. Dus je mag op buitenrand. Ja. Je mag op tijd stoppen, daar komt hij. Ja, je hebt het in je vingers. Kijk eens even hoe mooi dat gaat. Oh, hop, stop. Een klein druipertje, maar. Een klein. Okay. Klein druipje moet kunnen, mensen. Het is bijna weekend. Ja. Maar ja. Hoe ging dat? Dat moet ik aan jou vragen. Ja, ik vond het vrij goed. Alleen hij is wel een klein beetje dunnetjes in de bocht, hoor. Dunnetjes in de bocht. Hij is een klein beetje dunnetjes in de bocht. Ja, dus daar ga ik dadelijk nog even... Voor de eerste keer? Zeven. Waarschijnlijk ben je meer tijd kwijt aan dit herstellen wat ik heb gedaan. Maar ik heb wel wat bijgedragen. Nou, ik neem het weer even... Ik neem de camera wel weer even over. Hier. Top. Dunnetjes in de bocht, wordt in één keer lekker dik door de bocht. Huh? Juist. Laat heb je plaats. Een kitpistool, dan denk je nou dat gaat vrij makkelijk, ja. Maar je moet ook nog wel doen. Ja, je moet wel met, je kan niet op je stoeltje gaan zitten. Klein beetje extra op de stuiknaadjes. Oh ja, want? De stuiknaadjes? De stuiknaadjes is altijd een gevoelig puntje qua lekkage. Waar het profiel bij elkaar komt. Oh zo, ja ik snap dus het. Dus daar doe ik altijd wat extra afdichting. Ja, als het raam erin gaat, dat hij helemaal vulkaniseert. Nou, dat snap ik helemaal. Ik denk, de kijkers ook wel aan. Nou, daar gaan we. Oh, ga ik er op tijd bij zijn. Hè? Want ik heb het net gemist. Achteruit. Oh, daar gaan we. Zwaarteman Sport. Martijn, even uitkijken, er komt een raam aan. Ja, dat zo. Ja, er komt ook een vlogger aan. Ja. Oh. Heb ik dit allemaal goed kunnen zien? Ja. Oh. Raampje nummer 2. Wat een chique idee. Oh ja, hier worden de klemmen erop gezet. En dat moet dan even 24 uur daarbij. Ja. Minimaal. Ja, minimaal. En wie komt dat weghalen dan? Ja. Moet meteen weer terug van vakantie komen om dat even voor klemmen weg te halen. Voor 2 weken. Zijn je ook minimaal 24 uur? Ja. Ik heb er geen maximum tijd voor. Nee. Nou, je hebt gehoord, Martijn, je bent ook los. Ja. De lijmklemmen loshalen we maar bij de volgende bestemming. Ja. Wat zei je, buurman? Ik kwam hier voor mijn rust. Ja, voor je rust. Ja, vandaag even niet. Vandaag. Maar je krijgt een prachtig uitzicht. Hè? Ziet er wel je ziet het. Ja, dan bedoelen we mijn ramen dan. Hè? Ja. Het wordt wel wat zo, die VB002. Maar ook gelijk geïnspireerd om het te laten doen? Of, Ja, ik wou aan je vragen wat het kost om luikjes te laten maken. En jullie krijgen nog druk. Iedere keer als je hier komt, dan moet je bij buren op bezoek. Net ook al bij Ja, nog een andere boot. Een Sunseeker, ja. Snap het wel. Jullie staan een beetje te shine hier op die VB002. Ja, reclame. Ja. Ja, en mijn ramen zijn getint, buurman. Dus je kan me niet meer in mijn onderbroek zien lopen. Nee, nou, moet zien er al, hè? Daar komt Alwin aan met de Finishing Touch, het toverdoekje zoals hij dat zelf noemt. Je hebt ook 1000 dingendoekjes, maar ook toverdoekjes blijkbaar. Hm? Kijk, heel die kit. Al die restjes even eraf. Alles weggehaald. Strakke aflevering. Ja, de buurman staat stiekem te kijken. Daar is hij weer. Als we daar de buurman niet hebben. Hey, Kees. Ja. Hoe gaat ie? Ja, het gaat helemaal top hier. Ja. Ik zag u een beetje nieuwsgierig kijken. Nou ja, ik kom inspecteren. Oh. Want ik heb namelijk, ik plaats zelf 8000 ramen op jaarbasis ongeveer. Ja, in uw dromen waarschijnlijk. En mijn bedrijf heet geen glas in lood, maar glas in boot. Glas in boot. Ja. Oh, dus ze krijgen concurrentie die jongens hier. Ja, ik zou zeggen, kijk de kunst me lekker af. Ja, succes met de business. Ja. Maar het ziet er mooi uit, hè? Ja, vooralsnog. Ja, vooralsnog wel. Ja, het is nog niet helemaal klaar natuurlijk. Dat het er prachtig uitziet, ja. Kees. Ik ga weer even verder met koffie zetten voor de mannen. Dus, ja. Maar kom vanmiddag nog maar even langs. Ja, ik kom vanmiddag. Ter eindcontrole, hè? Als je vader aan boord is, die komt je vader straks. Ook nog even spreken. Ja, die komt straks. Die, komt die straks. Gaat camperen, heb ik begrepen. Ja. Dus het is... En ik wil graag mijn camperervaring met hem delen. Oh, nou, die, onder het genot van een koffie en een koekje, dan gaat het helemaal goed komen. Ik wacht je vader vanmiddag wel even op. Ik stuur hem wel naar u toe. Hey, doei.
Geen muziekje onder, hè? Wat een herrie maken jullie, ongelooflijk. Ik heb gehoord dat Alwin zijn vriendin... Oh, kijk eens. Alwin! Ja? Jouw vriendin komt straks wat brengen, hoorde ik. Ja, wat lekkers voor bij de koffie. Oh, zo. Ja, wel een beetje late koffie, maar... Wat zeg? Nou, ze mag ze altijd... Ja. Maar wat wordt het, denk je? Ik denk iets van broodjes. Oh, warme zo. Broodjes, denk ik. Maar heb je het over niet, jongen? Ja. Dat ik ook niet. Nee. Nou, laat ze maar komen. Ik geef gelijk de code van het hek door. Ja, 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 ja. Dat is nog als je nog niet getrouwd bent, hè? Ja, ja, dat is waar, ja. Ja. Wacht maar. Zo, daar gaat er een. Hey, kijk, zie je dat wel? Hey. Oh, hey. Ja, hey. Maken we het live mee? De telefoon gaat. Ja? Wat een schatje. Oh. Ze gaan ze afbakken. Het duurt lang. Ze worden vastgemaakt en ze worden afgebakken. Kunnen we daarop wachten, jongens? Een half uurtje. Oh, ja hoor. Ja, prima. Ik hoor goede geluiden. Ja. Ik heb ook wat langer op mijn ramen moeten wachten, dus... Tot half uurtje. Een half uurtje. En dat is ook lekker. Op een worstenbroodje kan er ook maken. Maakt er niet uit. Poetsen nog even speciaal op voor mij, hè? Alleen vandaag. Ja, kom je morgen niet terug? Nee, overmorgen ook niet? Ook niet, nee, nee. Ah, dat is dan wel weer jammer, een beetje nee, tegenvallen. Nee. Ik dacht dat dat bij de prijs in zat. Nee, nee, nee. Ja, toch niet. Nou, ze zijn lekker bezig die jongens, zie je dat? Hier zitten ze allemaal erin. Deze wordt straks geplaatst. En je ziet hier dus de uitsparing. Hier moet dus nog die patrijspoort in. Ook aan de andere zijde zie je dat. En die patrijspoorten die komt de directeur hemzelf straks langs brengen. Oh, ik denk, er valt iemand in het water, maar het gaat goed. Chico sprong even aan boord. De directeur zelf die komt die straks brengen. Dus ja, rondom komen dus die patrijspoorten in het voorschip, maar dus ook hier. En och, dat zijn we een partij. Chique dingen. Echt. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan uiteindelijk. Maar het is een mooie manier om natuurlijk zo'n mooie ja, doortocht te krijgen. Chico is geëmigreerd naar de steiger. Die denkt, het zal mijn tijd wel duren. Ik ga even lekker hier chillen. Veel te veel herrie. Tot zo. Alwin? Ik ga even de broodjes halen. Ga je ons blij maken? Ik ga de broodjes halen. Oh, Chico, je ons gelijk achtervolgt. Okay. Kijk, zie je? Hij merkt het dat je eten gaat halen. Nou, dan loop ik wel even mee. Want ik wil ze natuurlijk wel even bedanken. Oh, daar zijn ze hoor. Daar komt de bakster. Je dochter ook nog erbij? Hey. Wat leuk! Hey. Nou. Ah. Een soort all-you-need-is-love moment is dit. Ja. Nou, wat geweldig! Alsjeblieft! Heerlijk, dankjewel! Heb je ze zelf gemaakt? Nee. Oh. Nee, dat is ons gemaakt. Ja, maar je hebt wel. Nou, dit is, hier gaan we zeker voor smullen. Ruik eens. Ja. Oh, heerlijk. Ja hoor, nou, dat is voor op de vrijdagmiddag is dat. Helemaal top. Ja. Nou, Angelica en dochter, bedankt voor de special delivery. Helemaal goed. We gaan ervoor smullen. We gaan ervan. Doei. Rennen. Stop de persen! Alles laten vallen. Ja, ja, we zien ze inmiddels niet meer door het privacy glas. Ja. Maar... Dat is gelukt. Aanvallen! Martijn! Ja! Lunchpauze! Yo. Ik weet niet wat voor pauze jij aanneemt nu, maar... Lunchpauze. In Amsterdam hebben ze ook bepaalde beroepen waar ze dit aan doen, ook voor het raam. Oh. Ja, maar dat is weer iets heel anders, denk ik. Ja, je kan ook een dutje even doen. Ik, het is gewoon een extra slaapplaats. Ja. Ja, ik heb in één keer een slaapplaats erbij. Nou, kom, we gaan even lekker eten. Zo, dat ziet er nog eens lekker uit. Dat is goed geregeld. Goed geregeld, ja. Kijk. Oh, ook krijg je hij is zo slecht opgevoed om mijn vader. Hij ziet er ook zo slecht uit. Ja, hij ziet er heel zielig uit ook. Ja, hij kan een gezicht trekken. Hij krijgt nooit wat. Voor. Hij krijgt nooit wat. Nee, nee, nee. Bedankt, Angelica. Ja. En eet smakelijk. Jullie hebben het verdiend. Dankjewel. Kijk eens wie eraan komt. Hallo. De ster van de vlogs. Ja, het is wat. Ja. Wat een verandering, hè? Ja, we zijn nog niet klaar, maar... Oh, die zijkant is al gedaan. Ja, die zijkant is al helemaal klaar daar. Oh, ja, ook. En nu zijn ze met de voorruiten bezig.
Maar en maandag gaan ze verder, of na de vakantie? Nou, dat moet ik toch eens even van de jongens vragen. Martijn gaat op vakantie. Maar ik vind dat toch wel een hele uitdaging. Ja. Maar straks komt Volker, de directeur himself. Oh, en die schijnt meehelpen. Ja, nou maar serieus. Nou, die schijnt handig te zijn met die patrijsbordjes. Die moeten vervangen worden. Oh. En ik weet niet, ja, je staat ook even niks te doen natuurlijk. Ja, maar ik ben niet in vaste dienst bij jou. Nee. Dus ik kom alleen eventjes kijken. Moeten we toch eens gaan veranderen? Ja. Kan ik je niet een paar euro geven dat je mij in dienst komt? Ja. Dan, ja, voor een paar euro. Ja, voor een paar centen. Ja, dat heb ik helemaal door. Trixie lag weer in de haven vanochtend. Was hij weer van de steiger afgevallen? Is Trixie weer uitgegaan? Ja, hij heeft weer even. Oh. Ja, ik had hem vastgelegd en denk, nou, ik moest even te boot zijn. En plonzorg ligt hij er weer in. Het is ook altijd wat met dat beestje. Dat kan je wel zeggen, ja. Oh. Ja hoor, daar is hij, de directeur himself. Dat is die man die zo handig is. Ja, die is ook handig. Die alleen handig in verkopen. Ik weet niet of die handig is in parkeren, want dat is een klein dingetje. Zie je dat? Nee, maar hij staat helemaal niet goed, joh. Goedemiddag. Hey. Zo, welkom in de haven. Je hebt heel veel talenten, maar het inparkeren, dat is toch een klein dingetje. Een halve meter film, denk ik. Maar je hebt ook niet zoveel ruimte. Nee, dat klopt. De beste stuurlui staan er wel, dus laat je niet gek maken. Nee, ik laat me niet gek maken. Omdat je het nu zo zegt, zal ik het nog een keer proberen, maar zet dan dat ding maar even. Daar gaat het raam wat cosmetisch de meeste verandering gaat brengen, denk ik. Het is echt een heel ander gezicht gelijk. Even lekker die kit aanduwen. Zo. Als Martijn even de klemmetjes erop zet aan de binnenzijde. Kijk eens wie we daar hebben. Ja. Gaat u niet de jongens van de werk houden? Nee. Die zijn... kom mij even ik kom alleen maar even vragen naar jouw ervaring. Mijn ervaring? Tot nu toe. Oh, van mijn pa bedoel je? Ja, en ook de ervaringen van je vader. Want ik heb al begrepen dat jouw vader ook al eerder gecamperd heeft. Heel veel. Oh, jullie gaan het even over camperen hebben. Ik pak er wel even koffie bij en een koekje. Ze zeggen heel veel plezier. Ik ga wel even... Gaan we even doen. Ja, toch? Laat ik jullie even alleen hier met Chico erbij. Ja. Ik denk dat ik al 25 jaar gecamperd heb. Jo! Daar komt het meest bijzondere raam nog wel. De klapper, die komt hiervoor. Stel wat te praten, maar... Oh. Zo! Ja. Oh, dat is zwaar spul! Het is wel goed dat ik geen vaarbelasting betaal voor de wicht van mijn boot, want gelijk drie keer zo hoog worden. Die heb ik een jaar of zeven gehad, maar die had een Frans bed. Ja. En, Volkert is bezig met de patrijspoort in het dubbelglas te plaatsen. Oh, kijk, je krijgt een handje van buiten. Perfect, hè? Pa, kijk, die doet dat hier. Mooi, hè? Maar hoe gaat dat dan over, joh? Wordt dat nou zo'n klapraam? Ja, in een raam. Een patrijspoort in een raam. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Mooi. Ja. Ja. Nou, je maakt indruk, Volkert. Ik? Ja, ze zitten allemaal te veilen erachter. Super. Ik denk dat onze mannen meer indruk maken. Ja, dat sowieso, ja. Maar dit is eigenlijk een fluitje van de cent, de plaatsen van die patrijspoorten. Dat is wel goed te doen. Ja, dat zou zelfs ik nog wel kunnen. Toch handig, hè, zo'n assistent? Zeker. Hij weet niet wat hij ziet, de buurman. Ja, mooi man. Echt hè? Het is ook nog eens een keer interessant hè? Hij ligt in Nou, deze past ook. Het gaat goed. Wat een wonder. Niet passen zijn in deze. Dit is toch de mooiste? Ja, echt hè? Dit is het paradepaardje. Dit is het paradepaardje. Het klapbare raam. De klapper van de week. Ja. Of het nou een volklap is of een half of een driekwart. Blijf een klapraam. Ja. Dat is een klapper. Noemen wij klappers. Ja. Ik ben altijd nogal van de achterklap. Achterklapper? Achterklapper. Oh, er is toch één iemand die lacht. Ja, maar goed is die. Wel even passen, maar... Heb je het gezien, Martijn? Er groeit gewoon mos.
Ja. In mijn raamlijst. Ja. Het is een beetje vochtig geweest. Ik ben heel blij dat ik daar in ieder geval vanaf ben. De ramen in de achterkajuit worden nu vervangen. En we dachten van, nou, hoe gaan we dat dan makkelijk doen? We kunnen de boot omgooien, maar we kunnen ook de VB003 daarvoor gebruiken. Jij gaat er weer vandoor, pa? Ja, oké, okay, ja. Gaat zeker. Ik heb zijn fiets weer meegenomen, die was nog aan boord van de vakantie. Dus ik kijk thuis weer de polder in, hè? Ja, jij gaat weer de tricksie even uitlaten. Ja, oké, okay, doei. Ik was even weg, maar het raam in de achterkant zit er alweer in. Het ziet er mooi uit. Zo, het ziet er zeker mooi uit. Nou, ik vind vooral die aan de voorkant, het is alsof dat je zo'n eyeliner rond je ogen hebt. Dat hebben mijn ramen nu ook. Het, het tekent eigenlijk veel meer. Ja. Dus ja, de look van je boot is anders. En een stukje moderner, hè, weer. Ja. Ja, nou. En condensvrij. En condensvrij, ja. Nou, dan moeten we nog maar afwachten. Nou ja, dat gaat de dat toekomst zijn. Dat ga je beleven, dat ga ik, ja, wel zeker, ja. En anders dan weet ik je te vinden, Volkert. Zo ja. Nee, alles, ik ben er hartstikke blij mee. Alles staat op beeld, hè? Ja, ja. Ga jij lekker weekend vieren of naar de volgende klant? Waarschijnlijk naar de volgende klant. Ik ga nog even wat doen. Ja, ja. Nou, succes. En ik ga de jongens wel even een handje helpen. Hartstikke mooi. Nou, jongens, yo, weekend, hè? Hoi, doei. Zo, jongens, bier? Nee. Twee lompia's! Wat is die nou? Ja, hier zit mijn patrijspoort al niet meer in. En daar komt straks een nieuwe. Oh, er gebeurt wat, hoor. Ja hoor. Voilà. Zo! Dat was die. Ziet er strak uit. En dan allemaal uitgevoerd met van die regenkapjes. Yes. Is ideaal. En horretjes krijg ik ook nog. Nou heren, het harde werk is, zit erop. Ja, ik heb ze maar even een biertje gegeven, want dan maak je alle werklui wel blij mee. Nou, ik heb vrienden. Jij hebt je vriend weer bij je. Ja, ja. Nou, proost. Jij hebt vakantie, hè? Geniet ervan. Ik heb vakantie. Ja. En jullie komen later nog even terug, want er zijn nog wat afwerkingsdingetjes. Ja, je kunt zelf de klemmen er wel afhalen. Ja, dat gaat wel lukken. Er zitten 400 klemmen in mijn boot. Ja, 400 klemmen. Dus mag je zelf achteraan afhalen. Ja, ik zit een beetje klem. Ja. En wij gaan nog lijsten frezen. Ja, voor de binnenkant, voor de afwerking. De afwerking aan de binnenkant. En die komen dan nog een keer plaats. We zijn inmiddels weer wat verder in de tijd en ik heb alle lijmklemmen verwijderd en heb de oude raamlijsten er maar weer even opgezet voor de time being. Ze gaan voor mij in de fabriek speciaal op maat gemaakte raamlijstjes maken. Maar goed, dat komt wel even na mijn vakantie. First things first, hè? Wel lekker de hort op. Maar dat zit nog in het vat en dat moet ook wel weer een hele verandering geworden, denk ik. Mijn plan nu is toch om het vliesbehang van de wand af te halen. Het is natuurlijk een beetje outdated. Ik wil het weer helemaal strak gaan maken. En daar overheen dus die raamlijsten. Dus het is eigenlijk prima dat het er nu nog niet is, want dan kan ik dat daarop aanpassen. Je ziet hier nog de plek van waar die blokjes hebben gezeten. Ik heb het een beetje provisorisch opgevuld, maar dat is maar voor een paar weekjes als het goed is. Ik ben nu al heel blij met mijn ramen, want ik merk echt het verschil ook met de warmte. Met enkel glas was het gelijk bloedheet in de boot. En de warmte blijft toch al veel beter buiten. Ja, en straks in de winter is het natuurlijk helemaal lekker. Dan heb je gewoon veel meer comfort. Bam. Leuk, hè? In de achterkajuit krijg ik ook nog mooie raamlijstjes voor de afwerking. En kijk, dit raampje kan open schuiven. Er zit een mooi slotje op. Helemaal top. Ik heb dus nog wel wat werk aan de winkel, maar dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik leuk om te doen. Ik heb trouwens een papegaai in mijn schouder. Nou, dat was hem weer voor deze vlog. Like de video eventjes. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Aanstaande zondagochtend om 10 uur staat er weer een hele nieuwe vlog voor je klaar. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende bestemming. Hoi!